de mooiste, fijnste, meest perfecte blazer. Pretty! Goedemorgen, het is maandag en afgelopen week heb ik niet gevlogd. Dat was de tweede week van quarantaine, toch? Denk het. Dit wordt de derde. Vorige week en eigenlijk ook de eerste week moest ik heel erg wennen aan de situatie en mijn draai vinden. En vond ik het eigenlijk al gewoon zo impactvol dat ik even een rustiger tempo nodig had. En niet echt zin had om me leuk aan te kleden of mijn haar te doen of make-up te doen. En me daar ook niet toe kon zetten om bijvoorbeeld content te maken. Ik denk dat dat ook oké is. Je moet jezelf soms gewoon even een break geven. Deze situatie is al heftig genoeg. En het is oké als je niet nu opeens barst van de creativiteit. Maar je ook gewoon een beetje moe voelt van al het nieuws. En rusteloos of verdrietig of whatever. Vandaag voel ik me eigenlijk prima en ik dacht ik neem jullie weer even mee in een nieuwe week. Ik ben de ochtend begonnen met wat stories van mijn outfit die ik op mijn Insta-account deel. Want dat vindt iedereen toch nog steeds leuk om te zien. En ik ben nu in een heel leuk nieuw notebook van de Sissy Boy. Ik laat jullie even zien hoe ik nou structuur in mijn dagen houd. En dat zit hem in een paar dingen. Allereerst duidelijke to-do-lijstjes maken. Ik ben nu mijn to-do's voor maandag tot en met donderdag alvast aan het uitwerken. En er komen dan steeds dingen bij. Maar vandaag ga ik bijvoorbeeld een post schrijven en uploaden over templates voor je mobiel die ik heb gemaakt. Ik doe soms op zondag, maar nu ga ik het even op random dagen doen. Iets dat heet Screenshot Sunday. En dat is een soort digitaal cadeautje voor mijn Instagram volgers met leuke invullijsten of van die covers voor de highlights op je Instagram-account of dingen die je als achtergrond van je telefoon kunt gebruiken. Daar zit altijd best wel veel tijd in het bedenken, het schrijven, het designen daarvan. Dus die maak ik zo af. Ik heb tips geschreven voor je structuur als je thuis werkt nu. Dus daar moet ik nog even een foto bij maken en dan kan die online. Het is alleen niet zo goed licht vandaag, dus dat werkt me een beetje tegen. Maar oké, komt goed. Ik wil een Q&A met Jordi opnemen, want we wonen nu voor het eerst samen. What? Quarantaine samenwonen. Dus daar moet ik even een oproepje voor doen. Jordi is ook heel erg aan het kraken in mijn video. Aan het kraken. Oh nee. Dan ga ik feedback geven aan de designer op nog een paar dingen die ze heeft gemaakt voor de volgende screen party. Dus dat screenshot dingetje. En wat toelichting geven over een nieuwe video. Eigenlijk de video's die er aankomen, die ze kan editen. Ik heb een vraag voor mijn boekhouder die ik even moet uitwerken. Nieuwe belastingbrieven die ik even moet verwerken. Iets voor Linda schrijven voor Instagram. En nog naar iets anders voor Linda kijken. Linda Meijden bedoel ik natuurlijk dan. Even bellen met mijn stagiair Benoor en Evi uit mijn team die vanuit huis aan het werk zijn. En die ook atelierorders versturen. Dat doet Evi dan nu één keer per week. Die gaat dan alleen naar kantoor en doet dat natuurlijk heel safe. Dan ga ik met Jordi atelier bespreken. Wat zijn nou grote dingen die steeds blijven liggen die we eigenlijk nu heel goed kunnen doen? Wat zijn bepaalde acties? Kunnen we misschien ook een deel van onze opbrengst aan het Rode Kruis geven tijdens een week of zoiets? Dus dat staat voor vandaag allemaal op de to-do. En morgen heb ik mijn Linda Meidendag helemaal dedicated. Dus dan ben ik daar de hele dag mee bezig. Woensdag ga ik dan een aantal video's opnemen en administratie doen. Boekhouding en even wat andere dingen uitzoeken. Dus tot zover ben ik nu. Hallo, hallo. Het is inmiddels 3:05, de dag vliegt voorbij. Echt sowieso vind ik dat deze dagen gek genoeg echt voorbij vliegen. Ik had gedacht dat het heel lang zou duren, maar dat vind ik helemaal niet. Ons internet doet heel kut, dus we kunnen de hele tijd niet goed mails versturen. Jordi wordt helemaal jack. We hebben op kantoor zulk snel internet en thuis zo langzaam. Het is echt ongelooflijk. Ik zou ook wel over willen stappen op zich. Het lijkt alsof ik nog heel weinig van mijn to-do's heb gedaan. Zo voelt het. Maar komt dit allemaal af vandaag? Misschien niet allemaal. Ik ga nu even wat eten, hebben we nog niet geluncht. En dan gaan Jordi en ik zitten over atelier en dingen die we nog willen doen. Even een healthy lunch moment. Ik merk dat ik me even niet meer zo goed kan concentreren. Dus hierna gaan we buiten boodschappen doen en misschien een klein rondje lopen. En dan gewoon wat langer doorwerken.
Dit is wat ik vandaag aan heb. Een blazer van Arquette. Echt de mooiste, fijnste, meest perfecte blazer die ik in tijden heb gevonden. Ze hebben deze ook in het grijs, in een hele mooie bruine kleur en in het zwart. Hij is gewoon van een super lekkere, zeg maar stugge, maar ook lichtgewicht stof. Daaronder heb ik een geribbelde body van Reformation die ik in New York kocht toen ik daar met Jordi was. En mijn leggingbroek van Saxpots. En een pantasokje. Het is hoe ons huis eruit ziet. Omdat je nu natuurlijk nul winkels meer in gaat. Dus voor dingen die je dan toch nodig hebt. Of heel graag in huis wil hebben. Komt de hele tijd een pakket. Dat is best wel annoying natuurlijk. Maar oké. Ik heb een paar opruimspullen gekocht bij de Hema. En omdat ik toch verder echt helemaal niks te doen heb. Nou ja, vooral niks te vertellen heb. Omdat ik gewoon thuis ben en aan het werk. Laat ik ze even zien. Deze hele leuke kleine canvas bakjes waar een soort illustratie op zit. Met gezichten, ogen, monden erop getekend. Leuk voor beauty spullen bijvoorbeeld. Ik heb altijd een voorraad van items die ik van kantoor meeneem. Die ik wil testen of die naar me opgestuurd zijn. Dus die kan ik dan nu heel mooi bij elkaar bewaren. En dan weet ik precies, oh ja, hier wilde ik nog iets mee. Dus daar heb ik er twee van. Ik heb een aantal stofzuigerzakken waarmee ik dus kleding die je bijvoorbeeld echt voor events of een avond uit. Of echt specifieke winter- of zomeritems of zo die je niet het hele jaar nodig hebt. Doe ik hier dan in en dan stofzuiger ik de lucht eruit. Dan zijn ze helemaal vacuüm en klein verpakt. En ik heb twee van... drie van dit soort A4 dozen waar ik papierwerk in kan doen. In een hele mooie soort beige, nude, roze kleur. Ik heb één doos in elkaar gezet. Het is dus heel gemakkelijk, want het heeft een plakrand. Which is pretty awesome. Ik zit altijd te kloten met die drukknopen namelijk. En ik heb nooit zin om dat in elkaar te zetten, maar dit is echt heel simpel. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben vandaag de hele dag voor Linda Meijden aan het werk. Ik heb net 3 calls gehad met een aantal collega's en ben nu wat dingen thuis aan het wegwerken. En eigenlijk begon deze ochtend zo hectisch dat ik nog niet heb ontbeten, dus ik ga snel even een havermout maken. Misschien wel even een kwartier in de zon pauzeren. Ik ben even wat melk aan het koken met een klein beetje water erbij en kaneel. Een beetje warm laten worden. Nu de appel erdoor roeren. En wat rozijntjes. Een soort quarantaine chill look heb ik aan. Wel een joggingpak, maar dan een beetje cool gemaakt. Met een ribbelkroptopje, ketting. Beetje make-up op voor vandaag. En mijn geliefde Arquette blazer die echt fantastisch is. We hebben net een hele lieve delivery gekregen van H&M Home. Stekjes die ze op kantoor hadden staan in een hele leuke bloempot. So cute! Hey lieve schatten, vandaag had ik even een off day. Het is vandaag woensdag en gisteren en eergisteren zat ik er heel lekker in. Maar nu zit ik weer even in mijn joggingpakken, geen make-up modus. Voelde ik me down en vooral ook het gevoel toch de hele tijd dat ik 1000 dingen moet doen. Extra productief moet zijn. Ook omdat je werk en je opdrachten gewoon heel erg afnemen en zijn afgezegd. Dus dat je ook denkt, oké, om te compenseren of zo wil je je dan toch goed voelen over je werk. Of zorgen dat je heel veel goede content hebt voor alle mensen die nu thuis zitten. Dus al weken denk ik, oké, ik moet een Q&A opnemen. Een video met Jordi. Make-up video's die mensen willen zien. Hoe ik de vlekjes in mijn haren maak, et cetera, et cetera. En ik word wakker en ik krijg mezelf er gewoon niet toegezet. Ik ben natuurlijk ook gewoon nog voor Linda Meijden aan het werk en voor Atelier. Wat allebei doorloopt. En ik merk dat ik gewoon echt even niet... de energie per se heb de hele tijd. Dus vanochtend heb ik wel wat dingetjes gedaan. Maar ik ga nu even gewoon in mijn huis aanrommelen. Want ik heb altijd heel erg een reactie op hoe mijn leefomgeving is. Als het netjes is voel ik me zoveel fijner. En het organiseren helpt mij ook echt.
Dus dat ga ik doen. En ik heb een heleboel dozen binnen van dingen die ik online heb besteld. Nou ja, het is gewoon in heel veel dozen gekomen. Het is één bestelling. Maar met wat leuke woonaccessoires. Dus ik dacht, ga ik die ook even met jullie unboxen. Ik probeer eigenlijk zo min mogelijk geld uit te geven. Wat niet nodig is. Maar omdat ik natuurlijk content maak ook vanuit huis nu. Dacht ik een paar interieurspullen. Dat is dan wel oké. Ik wil mijn keuken natuurlijk nog even leuk afstylen. Dus daar had ik al wel een potje voor gemaakt. En ik zit erover te denken om de donkergroene muur te verven in mijn woonkamer. Omdat ik nu gewoon heel weinig lichte oppervlak heb. Dit is gewoon een wit stukje muur, maar is eigenlijk te klein om foto's te maken. Mijn slaapkamer is natuurlijk grotendeels zwart. Dus ik kom niet echt goed uit de voeten hier thuis. En ik vind het ook gewoon heel leuk om met mijn huis bezig te zijn. Want daar heb ik normaal gesproken net even te weinig tijd voor. Dus vandaar. Iemand zei in een comment onder een vorige vlog van wat zie je er depri uit. En toen dacht ik eerst, oké, auw. Maar ook gewoon, het was de eerste week van quarantaine en het binnenzitten. En ik denk dat er niemand was die zich niet depri voelde op zo'n moment. En ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk en fijn om ook dit soort dagen te filmen. Waarop je denkt, oké, wat gebeurt er allemaal met mijn huid. En ik voel me niet relaxed en hoort er ook gewoon bij. Ik denk dat iedereen die nu wel heeft dagen waarin je je gewoon weird voelt, ongemakkelijk voelt, onzeker over je toekomst, wat dan ook. Dus dat. Oké, wat hebben we hier allemaal? Tijd voor een unboxing moment. Dit is een doos van Haka Living. Ik weet al wat hierin zit, denk ik. Ik heb een aantal bordjes besteld in de vorm van schelpen. Oké, het is toch iets anders. Namelijk een grote plexiglas kandelaar die er nu heel random uitziet. Oh, het is geen plexiglas, het is echt glas. Oké, top. Ik had me vergist. Het is inderdaad een vaas. Ze hebben hier ook kleinere kandelaren van en die had ik eerst in gedachten. Maar toen dacht ik, een vaas is zoiets wat je altijd door het hele huis kunt schuiven en er echt mee kunt spelen. Dus dat vond ik een zinniger object. Nou, dat is dus deze geworden. Hij zit nog helemaal in plastic. Maar zit er zo, ja, je ziet het niet zo goed. Er zit een soort trapje in. Nou, daar is hij. Ja, dit filmt heel lastig. Maar in deze linker zet je dan bloemen. Ik ben heel netjes al mijn afval aan het scheiden. Okay, hier zit een kunstprint in. Waar ik echt mega benieuwd naar ben. Pretty! Die vind ik echt te gek. Wauw, wat een gaaf ding. Hier zitten 6 kleine schelpenbordjes in. Die heel mooi zijn. Mat kun je ook heel leuk gebruiken om sieraden in te leggen bijvoorbeeld. Ik heb ze als gebakbordjes gekocht. Love it so much. Ook voor de nieuwe keuken heb ik een hele toffe roze serveerschaal gekocht. Gerechten op te dienen of gewoon als styling element neer te leggen. En door de kleuren zie ik lekker opvallend en ook heel tof met bijvoorbeeld wat citroenen of sinaasappels of iets anders van kleur. Even kijken hoe deze er echt uitziet. Ja, prachtig. Precies zoals ik dacht. Roze met een beetje een lila ondertoon. Wat heel mooi gaat zijn denk ik met het vele zwart-wit, bruin tinten en wit wat ik in mijn keuken heb. Oké, ik heb nog een groter object. Een bijzettafeltje. Volgens mij ook van Haka Living. Ik ben gewoon heel erg fan. Ik heb deze spullen allemaal op Weekamp gekocht. En ik heb nog iets anders binnen dat ik op Vonk kocht met een Q. Waar ze ook heel veel mooie spullen hebben. Dit is wel ook echt een te gek ding. Wow, hier word ik wel excited van. Letterlijk, de dingen die me op dit moment blij maken zijn zeg maar home renovations, eten en wijn drinken. En mijn vriendinnen spreken. Dit is wel een beauty hoor jongens. Heel mooi. Dit is deze super. Super nice wandplank bij Vonk besteld. Die boven de keuken komt hangen. Waar ik dan koffiekopjes en dat soort dingen op kan zetten.
Oké, het stopt nog niet hier. Want er zijn ook nog een paar hele leuke home dingen van Arquette binnen. Dit fenomenale visjeschaaltje. Wat ik heel grappig vond. Het is wel veel kleiner dan ik dacht. Misschien heb ik de kleine maat uitgezocht. Superleuk voor in mijn zwart-witte keuken. Oeh, een hele mooie verpakte geurkaars. In rosemary geur. Dit is een hele mooie groene glazen container. En het ruikt zo ontzettend lekker. Niet te geloven. En dit kun je dus ook heel leuk hierna nog gebruiken. Om bijvoorbeeld een kaarsje in te doen of make-up kwasten in te zetten, zoiets. Jordi is ook aangehaakt. Wat een gezelligheid. En als derde item dit hele zacht roze nude keramiek potje. Waar je bijvoorbeeld heel fijn koffiecapsules of theezakjes in kan bewaren of iets anders. En als laatste een super toffe lichtroze nude-achtige plastic snijplank van bioplastic. Dit is helemaal gemaakt van suikerriet, 100%. Wat recyclebaar is. En dat vind ik wel echt waanzinnig fijn en mooi. Echt een te gek ding. Heel blij mee. Ik vind het zo mooi dat dit soort duurzamere alternatieven er ook gewoon te gek uitzien. Dat wil je heel graag. Daar wil je echt naartoe. De hele tijd in elkaars gesprekken ook zitten. Ik ben in ieder geval weer aan het koken. Ik maak een soep. Pompoenwortelsoep. En tempeh doen we er dan op. Lekker vegetarisch en waarschijnlijk. Hoe cute. Goedemorgen. Ik zit hier lekker heel onverantwoord in mijn slaapkamer te werken op bed. Wel in een leuke outfit. Dus ik hou me wel aan één van mijn twee regels wat betreft thuiswerken. Ik zit hier eigenlijk omdat de keuken deze week wordt afgemaakt. En alles in dozen zit en aan de kant geschoven is. Dus ik niet echt een lekkere plek heb om te kunnen zitten. Misschien ga ik straks nog even naar kantoor. Dus ik heb heel veel zin in dat dat eindelijk af is. Het is nu echt bijna zover. En dan ben ik eigenlijk alweer door met het volgende project. De andere kant van de woonkamer. Die ga ik toch schilderen. En ik ben nu wat onderzoek aan het doen naar leuke meubels. En een nieuwe bank misschien. Ik ben aan het kijken en heb ook wat hele leuke staaltjes. Die zal ik je zo even van dichterbij laten zien. Van het merk Vest. Dat is een Nederlands label. Wat Femke, die ik via een beetje ken, als 26-jarige is gestart. Hoe badass is dat? Met een startkapitaal van 3000 euro. Eigenlijk omdat ze gewoon een soort gat zag tussen of IKEA-meubels of echt design wat meteen duizenden euro's kost. En sindsdien is het uitgegroeid tot een merk met allerlei winkels in Amsterdam. En ook wel een van mijn persoonlijke favo's. Omdat het gewoon herkenbare, maar ook wel tijdloze items zijn. Het zijn dingen die vaak jaren in de collectie zitten en soms in een nieuwe kleur uitkomen, maar die gewoon goed zijn. En dat vind ik heel nice als ik dingen voor in huis zoek. En ik kreeg een tijdje geleden de vraag of ik het leuk zou vinden om misschien iets uit te zoeken voor in huis. Nou, dat vond ik natuurlijk een top idee. En inmiddels, nu we in deze gekke situatie zitten, helemaal. Want je bent zoveel thuis, dus het is gewoon ontzettend leuk om iets extra moois en positiefs van je huis te maken, op welke manier dan ook. Dus ik ben er nu heel hard mee bezig en flink over na aan het denken. Een tijdje geleden heb ik alle banken getest en ook wat stofjes bekeken en toen een aantal samplestoffen aangevraagd. Ik denk dat ik daar ook nog wel beeld van heb, dus dat zal ik even hier in de vlog ergens rondstrooien. Verliefd op dit stoeltje ook. En gewoon de inrichting van deze hele winkel. Hallo. Hoe mooi zijn al deze kussens ook, niet te geloven. En vazen. En stoeltjes. Kijk, hier ga ik dus heel lekker op. Het oranje wat ik ook in mijn kantoor heb met dit lichtblauwe tafeltje. Kijk, hier staat er een lila. Die moet Kim eigenlijk echt hebben. Wat misschien ook wel leuk te vermelden is dat ze een campagne momenteel hebben die heet Optimism is a Superpower. En dat vind ik zo'n toffe zin, want dat is eigenlijk precies waar ik ook voor sta en in geloof.
En wat het inhoudt is dat ze allerlei tips gaan delen om bijvoorbeeld je interieur op te spicen met dingen die je al in huis hebt. Of fijne boekentips en podcasts voor thuis. En ze hebben ook een kortingsactie van 15% op het hele assortiment. Dus van kussens tot kandelaars tot vazen tot krukjes tot banken. Everything. Dus dat is ook een mooie manier om misschien iets in huis te halen waar je al een hele tijd van droomt. En wat je nu heel erg opvrolijkt. Ik ben dus aan het kijken naar eigenlijk twee items. Ik laat ze even zien. Ik ben dus al een tijd na aan het denken over banken. En denk dus dat ik voor deze wil gaan. De clay. Deze bijzettafeltjes vind ik echt amazing. Een soort krukje, side table. Wat je eigenlijk gewoon door het hele huis altijd kunt rondsjouwen. En dan weer naast de bank zet. En dan naast je bed. Ik hou heel erg van dit soort dingen. Ik moet altijd best wel lang nadenken over dat soort dingen. Ik twijfelde heel erg tussen een iets strakkere die ik minder lekker vond zitten. Nog steeds wel lekker, maar niet zo'n plofbank. Of deze die ik nu op het oog heb, de clay, wat eigenlijk gewoon één groot fluffy kussen is. En ik denk toch dat ik daarnaar neig. En ik heb nu nog een paar andere stofstijltjes aangevraagd die wat meer wol zijn. Maar wat ik dus ook heel vet vind is dit. Deze staaltjes in ribfluweel. Ik zag namelijk een bank die uit 3 verschillende stukken bestond en dan ook 3 verschillende stoffen had. Ik ben echt wel heel erg verliefd op dit ribfluweel. Ook op deze beige velvet. Dus het leek me ook wel heel gaaf om dan bijvoorbeeld 1 stuk in deze stof te doen, 1 in deze en 1 in deze. Maar misschien ga ik wel gewoon voor deze simpelere beige die gewoon altijd goed is. Dat is ook wel echt een beauty namelijk. Dus ik twijfel nog een beetje, maar daar ga ik nog even een weekje of 2 weekjes over nadenken. Oh, de verleiding is ook wel groot om even te gaan liggen als je in bed ligt, moet ik zeggen. Ik ben toch ook nog wel blij met deze zwarte muur. Het is best wel ongebruikelijk om een muur zo donker te verven, maar ik vind het zo gezellig in de slaapkamer dat je gewoon zo'n donkere plek hebt. Echt zo'n holletje waar je je in terug kan trekken. I like it. Deze kamer mag even blijven zoals die is. Maar het is toch bizar hoe je eigenlijk zo vaak weer aanpassingen aan je huis wil doen. En blijft opruimen ook in deze tijd. Dat heb ik ook heel erg. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Zijn jullie met bepaalde homeprojecten bezig? Of heb je misschien zelfs een balkonnetje wat je nu aan het makeover bent? Ik ben heel benieuwd wat er bij jullie allemaal speelt. En wat jullie allemaal bezighoudt qua interieurdingen. Ben je muren aan het verven? Ben je alles in je kledingkast aan het opvouwen en helemaal Marie Kondo aan het maken? Let me know. Ik moet ook zeggen dat ik bepaalde projecten mega voor mezelf uitschuif. Zoals dus mijn kledingkast opruimen en mijn badkamer met elk laadje ondersteboven keren en opruimen. Daar heb ik gewoon de hele tijd niet de motivatie voor. Als jullie daar nog tips voor hebben, hoor ik het ook graag. Goedemorgen, het is alweer vrijdag. De dag gaat zo snel en de week ook. Vandaag heb ik weer best wel veel werk voor me klaar liggen. Ik ga nu met Evie kijken naar een nieuw design dat we in gedachten hebben voor atelier. Een nieuw koord. Als jullie bepaalde wensen hebben voor straps voor aan jullie telefoon, laat het ons ook zeker weten. Ik zit nu in de richting van wat kleur te denken. Dan zijn er 2 Linda dingen die ik echt even moet doen. En dan ga ik naar kantoor om, waar ik wel sneller internet heb, thuis krijg ik niks geüpload, om vlogmateriaal te uploaden naar de editor. En om 4 uur ga ik dan live met Nicole met een Q&A en dan is de dag alweer bijna voorbij. Nu zijn ze te dun, dus voelt het iets te allebei, hè? Flimsy. En deze moet wel echt nog veel dikker. Toch? Ja. Wil je niet dat deze worden? Ja. Maar dan wil je eigenlijk ook dat deze even dik zijn. Oh my god, jongens. Ik zit dus met Evie te facetimen en ondertussen gaat de bel. En hebben we een bezorging van Abbott Kinney. Dat vegan kokosmerk, zeg maar kokosmelk, kokosyoghurt en kokosijs. Live! Simple, bio, organic, vegan. Oh, wat leuk. Dit is echt een goede start voor de dag in deze tijden. Oh, wat lekker. Oh my god. Kokosyoghurtje naturel. Grieks yoghurtje kokos. Mango smaak. Almond. Oat. Oh, ze hebben nu ook andere dan kokos. Dat wist ik helemaal niet.
Oké, geweldig. Even, ik zet dit even in de koelkast. Hallo, ik ben nu op kantoor en ik zit de hele dag een beetje vooral met Evie te werken. En ik heb net een hele leuke live sessie met Nicole gedaan op Instagram. Ik probeer hem nu op te slaan op Insta om hem als highlight vast te zetten. Maar ik weet nog niet hoe het moet. En ik heb even niet de motivatie en ik heb ook al 2 glazen wijn op. Dus ik kan me nu even niet meer focussen hierop. Maar dit ga ik proberen nog even vast te zetten op Insta. Het was wel heel leuk om te doen. En ook om je weer even op te maken en een soort van leuk aan te kleden. Ik heb een hele mooie jurk aan van Essentiel, van de huidige collectie. Er zit een soort ruching, waardoor die heel mooi je hele lichaam hugt. Ik ben er wel dol op. En Jordi en ik hebben vanavond date night. We zijn nu aan het bedenken wat we voor eten willen bestellen, want vrijdag is onze bestelavond. En dan gaan we denk ik een film kijken of spellen doen of zoiets. Ik weet nog niet precies, maar dat is wel gezellig. Joris en ik gaan nog heel even de deur uit. Ik ben lekker in joggingpakken vibe. Klaar voor actie. Durf je bij mij achterop? Oh my god, dit is echt het leukste ever! Een rijstafel van de Hotel Jakarta. En we kijken nu de Crown. Dit is echt everything. Radletje erbij. Yum. Waar zijn jullie? Jij goed. Jordi zit hier naast me. Al nagemaakt. En toen is dat ding. Oh, we gingen even facetimen met mijn opa en oma in Brabant. Oh, mijn hart, ze zijn zo lief. We doen het ongeveer... Nee, te weinig eigenlijk. We moeten het eigenlijk gewoon elke dag even doen of om de dag. Want dit zijn echt hun happy moments. En ik vind het gewoon zo cool dat ze gewoon kunnen facetimen. Mijn oma die kan ook sms'en en opa heeft dus een iPad. Heb ik dit allemaal al verteld in een vlog? Zou best goed kunnen. Mijn opa heeft, ik weet het niet, ik vertel het gewoon nog een keer. Mijn opa heeft dus sinds kort een iPad. En ze zijn dus al in de 90. En we dachten altijd, nou, we gaan niet meer aan internet beginnen. Dat gaat hem niet meer worden. Maar ja, dat zeiden we al sinds ze 70 waren. En nu zijn ze er nog steeds. Dus nu heeft hij een iPad. En dan kan hij ook e-mails schrijven. En die schrijft hij dus alsof hij een brief schrijft. En het is zo lief. Zo netjes en ouderwets. Echt zo hoogachtend Lambert. Zo heet hij dan. En je hart smelt. Het is echt geweldig. En wat hij dan kan is mailen, facetimen en Wikipedia. En daarop gaat hij dan de hele tijd dingen opzoeken. Waarschijnlijk nu de hele dag over corona. Maar normaal gesproken, stel dat ik bijvoorbeeld in het buitenland ben of zo, dan gaat hij alles over dat land lezen. Wat voor bomen daar groeien. Wat voor bevolking er woont. Hoe de klederdracht is. Allemaal dat soort dingen. Het eten, weet ik veel wat. Het is echt geweldig. Hallo allemaal en goedemorgen. Het is zondag alweer en nou eigenlijk ook geen morgen meer. Ik ben de hele dag in huis aan het rommelen. Op het balkon hebben we best wel veel zon, dus daar hebben we echt geluk mee. En ik probeer nu wat foto's te maken en wat werk te doen. Dus vandaag eigenlijk zoveel mogelijk binnen te blijven, zodat we misschien op een andere dag deze week, als het rustiger is, even een rondje buiten kunnen lopen. Kijk, dit is mijn lekkere chill area. Het balkonnetje. Vol in de zon. Wat ik ook aan het fotograferen ben vandaag zijn deze geweldige topjes van Slobby. Hoe leuk is deze bike short ook. Ik ben nu eigenlijk elke week ongeveer een nieuw model van Slobby aan het testen. Eerst had ik de Go All Round. Die hele zachte die ook in de Kaapstad vlog zat. Toen testte ik de Zero Feel en de Zero Feel Lace. Die lace variant is qua look wel mijn grote favo. En nu heb ik de lichtste BH ooit gemaakt. Dit is een soort, ja, ik kan het bijna niet uitleggen. Heel apart, heel lichtgewicht stofje. En daar zit een soort knipje op de rug. Dus in plaats van zo'n haakje en oogje kan je met één hand zelf openmaken. Joey van Friends would approve. Maar dit vind ik zulke fijne topjes allemaal. Een soort tussen een BH en een sporttopje in qua shape. En het zit allemaal zo goddelijk lekker. Ik ben echt... Nou ja, ik denk niet dat ik een ontdekking dit jaar nog heb gedaan qua producten waar ik zo blij mee ben. Dus dat is even een goede tip. Die ga ik nu shooten. Ik heb deze in het blauw en in het
Nude. Dit zijn twee boeken die ik aan het lezen ben. Dit is een superleuk boek met allemaal hele korte... Alles is twee pagina's en heeft één soort key boodschap. En die wordt dan samengevat in één zin. Life is a pizza. Het gaat allemaal over het leven. En deze zijn er dus met allemaal thema's. Dit is een boek dat ik kreeg van Yildow. En dit is geschreven door Elaine Welteroth, de voormalige hoofdredacteur van Teen Vogue. Een van mijn grote voorbeelden op werkgebied. Over je plek in durven nemen en wat je waard bent. Ook heb ik de spiegel even voor de tafel gezet om hier wat foto's te kunnen maken. Onder andere van deze heerlijke chill outfit die ik vandaag aan heb. Bike shorts van Stieglitz en een heel groot oversized t-shirt wat ik heel cool vind. Ook heerlijk op een jeans of zelfs als mini jurkje op het strand. Love it. Ik heb mijn haar... toen het vochtig was in vlechtjes gedaan. Gewoon een stuk of 4 random vlechtjes. En dan krijg je dus een beetje deze gekke wafeltjes en knikjes erin. Ik heb er nog voor een paar vlechtjes erin gelaten. Dus als je zonder hitte je haar een beetje slag wil geven, zou ik wachten totdat het bijna helemaal droog is. En er dan een paar vlechtjes in doen die je ook ongeveer tot hier vlecht. Zodat de punten recht blijven en dan met elastiekjes even vastmaken. Mag echt super slordig, dus je doet er echt een halve minuut over of zo. And that's that. Wat ik drink is bosse iced tea in persik met ijsklontjes. Mijn lievelings. Hallo allemaal, het is nu maandag en ik heb er weer helemaal zin in. Ik heb me mooi aangekleed, ik heb mijn haar gedaan, mijn make-up. Ik krijg ook veel vragen over dit, zeg maar, knotje met deze vlechtjes. Wat echt het makkelijkste van de wereld is. Ik denk dat dat meer iets is om op IGTV te zetten. Omdat het zo kort is en eigenlijk ook zonder geluid kan. En dan kan iedereen een beetje meekijken, ook de niet-Nederlandse volgers. Ik heb een jurk aan van Baumund Verdkaarten. En eigenlijk mijn favo sieraden die ik elke dag draag in deze tijd. Ketting van Eenvoud, oorbellen van Le Coyote Paris. En dit kettingje weet ik dus niet meer zeker. Ik hoop dat ik daar nog achter kan komen. Het is een half klein beetje schakel. En dan hier allemaal steentjes. Ik ga de vlog dus hierbij even afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hou het een beetje luchtig. Ook omdat ik denk dat zo'n vlog gewoon lekker afleiding is. Maar als er bepaalde andere dingen zijn die jullie willen zien, laat het me ook zeker weten. Als er dingen zijn die je mist. Of als je verzoeken hebt. Of als je nog vragen hebt voor mij en Jordi voor in de Q&A. De komende... week wordt best wel intens. Als je me op Instagram volgt, zul je wel zien waarom dat zo is. En daar zal ik op een later moment wel over uitweiden. Dat een beetje. Dankjewel voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!